Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 22 oktober. Er is veel bewolking boven Nederland en er valt van tijd tot tijd regen. Soms is het wat langer droog, met name in het tweede deel van de ochtend. Temperatuur ligt vanochtend tussen de 10 en de 11 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de kans op buien en regen weer toe vanuit het westen. Het wordt aan hooguit 12 of misschien 13 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten, maar gaat in de loop van de avond wel afnemen. Ook dan is er nog veel bewolking en regent het, met name in het noorden van het land. In het zuiden wordt het wat vaker droog. Morgen is er ook veel bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door, met name in het tweede deel van de dag. Vooral in het noorden valt eerst regen, in het zuiden is het wat vaker droog, maar ook daar blijft wel de kans op een enkele bui temperatuur ligt morgen rond de 14-15 graden. Dinsdag wordt het zo'n 15-16 graden. Ook dan weer veel bewolking en plaatselijk een buitje. Woensdag en donderdag zien we wat vaker de zon en gaan de temperaturen nog iets verder omhoog. Het wordt zo'n 16 tot 17 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.